rustdag op het EK. Maar geen rustdag bij EK Daily. Welkom bij dag 18. Woensdag 30 juni 2021, tijd voor een nieuwe EK Daily. Het is een rustdag op het EK, maar bij EK Daily rusten we nooit. De man die mij binnen en buiten EK Daily op de been houdt, zit nu ook een keer weer naast me. Hoi Broestol. Hey Niel. En tegenover ons de gezichten van EK Daily, de andere gezichten van EK Daily. Joost Hofman, goedemorgen. Nee, hallo, welkom. En de man die vanochtend te laat was voor de krantjes. Ja. Hoe kan je nou in zo'n programma te laat komen? Mag ik eindelijk een keer in de krantjes? Ja. Gesmeekt. Alles... Weken gesmeekt. Ja, en we doen hier alles voor de airtime. En dan krijg ik airtime. Maar waar ging het mis? Ja, heb je die kop gezien bij dat salsa dansen? Ja, ja oké. Okay. Het salsa dansen gisteravond was heel gezellig. Maar het ging pas echt mis toen ik mijn laptop vergat. Hier gisteravond. Dat is normaliter ook mijn wekker. Mooi woord. De alarmklok. En, laptop als wekker gebruiken. Ja. Ja, die gaat lekker hard en dan word ik sowieso wakker. Doe je laptop dan open? Ja, ja die staat dan naast mijn bed zo eronder geschoven, want anders zie ik het licht nog een beetje. Ja, rare uitleg, maar goed. Dus nu moest ik mijn telefoon als wekker gebruiken, die ik normaal niet als wekker gebruik. En ja, ik had het volume gewoon niet aangezet, dus geen wekker. En Danny... excuus goed? Nou, ik was er vanochtend niet bij. Ik ben vooral... Wat heeft zeg ik, ze hebben jullie allebei gebeld, hè, wat ik moest doen. Zeker, ik moest de hond uitlaten. Ja, en ik ook. Maar... wat voor excuus heeft hij tegen jou gebruikt? Of was hij schuldbewust? Nee, want als je de krantjes terugkijkt, dan zie je wel meteen... Je voelde je echt heel erg vervelend over. Nou ja, ik vind vooral... collectieve excuses aan iedereen. Ja, nou ja, ik vind wel... Weet je, EK Daily is meer dan de mensen die je alleen ziet. En die staan... Dat is een beweging. Nee, ja, maar er zijn toch heel veel mensen achter de schermen. Die komen wel gewoon op tijd. Dus wie wil je allemaal je excuses aanbieden? Amart, maar die vond het wel lekker. Die kon wat langer blijven liggen, zei hij. Ik denk vooral aan Kariel, Frank, Danny. Die er altijd als eerste zijn. Ja. Frank, Robbie. Halen. Robbie, want die zit altijd klaar voor de live show. Nee, maar ook aan de kijkers natuurlijk. Oké, heel goed. Dit was dus absoluut niet jouw hoogtepunt in het EK deze ochtend? Nee. Maar wat is dan wel jouw hoogtepunt? Nou, mijn hoogtepunt van dit EK is uiteraard mijn trip naar Boedapest samen met Danny Vroger. Dat was schitterend, maar ik heb al zoveel hoogtepunten. Okay. Ik heb meer hoogtepunten dan in de 27 jaar hiervoor. Hoe lang heb je hierover nagedacht, over deze zin? Ja, niet. Okay. Maar mijn grootste hoogtepunt was toch wel met jullie vrouwtjes. Ja? Ja, dat kan me voorstellen. Was gezellig. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Joost, jouw hoogtepunt van dit EK. Zeg gewoon weer diezelfde als die andere keer. Ja, maar het moment met Schmeichel en Lukaku. Prachtig, ongeëvenaard. Nee, is dat hem nog steeds? Nee, het hoogtepunt van dit EK vond ik, en dat doe ik Club Atelier een beetje mee tekort. Maar toen, vlak voor de aftrap bij Nederland-Tsjechië, zat ik in een bomvolle kroeg van mijn beste vriend. En toen keek ik even om me heen en hij had echt een heel zwaar jaar gehad natuurlijk. Hè. Iedereen, het was een raar jaar. Maar toen zag ik dat en toen startte ze nog Fort Wilhelmus, wij houden van Oranje. Iedereen volle borst mee, de hele kroeg vol. En toen dacht ik, ja werd ik wel een beetje emotioneel. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik moet ook zeggen, wij hadden hier de Hazes-imitator. Ik had precies datzelfde gevoel. Daar moest ik ook van huilen hoor. Ik moest niet huilen, maar ik vond het wel heel mooi. Maar is dat jouw hoogtepunt of niet? Nee, de Hazes-imitator? Nee, maar... Wat is jouw hoogtepunt tot nu toe? De doelpunt van Pogba. Die avond 3-1. Hier, ja. Het was echt... Het was lijp gewoon. Het was met afstand de mooiste avond van het EK tot nu toe. Zeker. De 3-1 tegen Zwitserland. Ja, het salsa dansen gisteren. Ja. Ja. Ik heb dus gewoon... Ja, het is echt heel erg. Ik heb gewoon die beide wedstrijden gemist, hè. Ja, dat kwam omdat jij... Was dat toen dat je op het feest stond of was dat de avond erna? Nee, dat was toen. Oh, ja, ik stond op dat feest. Wel een goed excuus. Je hebt een mooi feestje gehad, toch?
Ja, en ik pakte mijn app erbij om te kijken. En toen werd iedereen echt lijp. Ja, snap ik. Dat was toch een gruwelijke avond. Bedoel, ja, de leukste, maar wij hebben het omschreven in de podcast als de meest bizarre EK-avond ooit, toch? In ieder geval de meest vermakelijke, denk ik. Ja. En wil je je ook vermaken? Ga dan naar easytoys.nl, want daar vermaak je je altijd. Enig dilemma natuurlijk op deze rustdag is... We hebben 2 dagen gerouwd om de uitschakeling van Oranje. Wat moeten we nu verder, hè? Dat is ook eigenlijk de vraag die we aan Jeroen hebben gesteld. Jeroen toog ook in de regen gewoon weer naar het Vondelpark. En die vroeg aan de mensen... voor wie moeten we nu eigenlijk zijn op het EK? Een nieuwe Vondel Vandaag. Met de vraag, ja, voor wie zijn we dit EK, nu Nederland eruit ligt? Al jaren. Wij zijn echte Ajax supporters. Wij hebben een seizoenkaart van Ajax. Ja. Ik denk Italië. Italië. Sorry. Nee, ik zou het ook niet weten, hoor. We lost in the Euros. We know. We saw it. Wow. Yeah. You can no longer support the Netherlands, so like that's the reason. Spain is the best option right now. Ik denk Duitsland. Nee, ook niet. Schattig, ja. België. Go België. Weet maar wel nog kans om te winnen. Nee, ook niet. Het is maar een klein rotlandje en het zijn van die rare gasten. Weet je, de een komt uit de Ardennen en de ander daar uit de Vlaamse kust. You support Spain, you're allowed to come to our beaches. Of Denemarken of België. You're not allowed into the country. Ja, fijn om te weten. Ik denk dat Spanje toch wel dan moet gaan winnen nu. Ja goed, dat hebben ze met WK ook gedaan, geloof ik. Ja toch? In 2010. Jawel hè. Volgende keer beter. Volgende keer beter. Ik ben niet veel wijzer geworden. Wel, de hond was het hoogtepunt. Ja. Toch? Ik kan wel een puppycursus gebruiken. Zo, zeker. Ben je een goede puppycursus? Een intelligente hond. Moet je naar de Westerpark. Omnia. Hondenschool Omnia. Heel goed. Onderwerktijd is dat alleen, toch? Zeker. Ja. Heb jij nog... mag je trouwens geen opmerking meer over maken. Heb jij nog een favoriet waar we voor moeten zijn nu? Ik heb heel veel favorieten eigenlijk nog. Ja? Ja, er zijn best nog wel wat teams met verhalen. En vanochtend hadden ik en Joost het erover. Ja. Er zijn nog gewoon nog teams met verhalen. En een winnaar moet een verhaal hebben. Dus je hebt Denemarken, maar ook Spanje met Morata. Engeland, It's Coming Home, is altijd een verhaal. Ja, ik heb daar even over nagedacht. Ja? En ik dacht, er is eigenlijk maar één manier om echt goed te kunnen bepalen van welk land we nu gaan supporten. Dus ik heb even wat in elkaar laten zetten. Oh, netjes. Ik ga even kijken of dat er inmiddels aankomt. Dan kunnen we even op de beste manier bepalen welk land we nu gaan supporten. Waarom staat hier geen Duitsland tussen? En waar is Leontien? Dit leek mij eigenlijk... Duitsland tussen? Ja. Oké, Duitsland mag weer meedoen aan het toernooi. Oh, jezus, man. Nou, houd hem opnieuw, jongens. Dit leek mij de meest eerlijke manier. Jezus, hemel. Oh, je hebt een rat gemaakt. Dit leek mij de meest eerlijke manier om te bepalen wie we gaan supporten. Even kijken, wat zien we op het rat? Team Makkeli, Team Kuipers, de Belgen en de Denen. Zijn we het daarmee eens? Ik vind het wel eigenlijk wel heel goed. Ja, ik denk dat we zo eerlijk kunnen bepalen van wie we nu gaan volgen. Oké. Ga je die Belgen wel echt opnieuw, hoor. Zal ik er een slinger aan geven? Geef jij er een slinger aan. Spannend. Ja, Leontien Borsato had dit toch moeten doen? Ja hoor. Haha. En de Denen geworden. De Denen, we gaan de Denen supporten. Ja, ja. Een verrassing. Prachtig. Ja, ik vind het Laat een mooi moment. Laat deze muziek nog maar even lopen dan. Ja? Praat het even vol. Nee, waarom de Denen? Ik vind dit een uiterst mooi moment. Het allermooiste verhaal. Jullie hebben het gehad over de verhalen. Joost, Duitsland heeft ook een verhaal nu. Dat zijn uitgeschakeld natuurlijk. Maar de Denen hebben het allermooiste verhaal. De allereerste wedstrijd, we hoeven het niet te herhalen, maar we doen het toch. Christian Eriksen, dat is het verhaal. De Denen die met z'n allen eigenlijk één blok vormden. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Doorstoten inmiddels naar de kwartfinale. En ze gaan het doen. Ze gaan het echt doen. Ze gaan het doen.
U hoorde het hier het eerst. De Denen gaan het doen. Ik had dus ook een soort voorgevoel. Oh? Dat we, zeg maar, voor de Denen zouden moeten zijn. Echt? Ik bedoel, de kansen zijn... Echt niet te zien, trouwens. De kansen zijn gelijk, natuurlijk. Maar ja. Ik dacht, laten we dan ook wat doen met onze vormgeving. Ja. Dus ik dacht, in plaats van EK Daily, maken we ervan... EK Tekli. Oh. EK Daglika. Mooi. EK dus vanaf nu. Wat zijn krantjes in het Deens? Krantjes. Krunten. Wat is vanuit de bus in het Deens? Vanuit de bus. Ja, serieus. Dat klinkt eerder Zweeds. Nee, ja, maar het ligt ook naast Zweden. Ja. Stop goed. De muziek. Dank je. Zo, ze luisteren hier echt naar je. Heel goed. Maar dit wordt het vanaf nu. Daglika. Ik vind het heel leuk. Eigenlijk wel, ja. Ja. Eigenlijk, goed ja. Bedacht. Ja, goed bedacht. Ja, jij jammer van je Duitsland. Ik denk als Duitsland door was gegaan dat we voor Duitsland waren geweest. Joost. Waarom staat Duitsland er niet bij? Omdat ik gewoon nog aan het herstellen ben. Ik moest vanochtend al 9:30 op die kruis. 1 uur slaap op Lars wachten. Maar Denen zijn leuk. Denen ja. zijn leuk. Ja, sowieso. Heb je goede ervaring met Denen? Jawel. Ja? Wat is de leukste ervaring die je hebt met een Deen? Ik heb ooit met een Deen ben ik van Saigon naar China gereden op een motor. Ja. Dat is heel vet. Dat was heel vet. Ja. Ik zit even te denken, goede ervaring met Denen. Hebben we wel eens Denen? Ja, we hebben, hoe heet het, Namli gehad in de show. Dat was heel leuk. Simon Paulsen vroeger was echt een absolute legende van AZ. Die toen als omgeturnde linksback opeens bij AZ ging spelen. En toen hals over de kop met de Denen mee mocht. Voor mij het WK 2010. Scoorde toen in eigen doel wel tegen Nederland, maar... Oh ja. Jij nog goede ervaring met Denen? Ik ben vroeger naar Legoland geweest met het gezin. Dat ook. Was echt heel leuk. Dat was toch? Echt heel leuk. Zeker. Jij iets ja, met ik zie Kenneth Perez heel vaak in mijn Insta-stories voorbij komen met die ads voor, dat, voor die overhemden. Ja. Eigenlijk moet je die nu ook hebben. Elke dag presenteren in dat overhemdje. Wij hebben een veel beter overhemd dan wat Kenneth Perez... Maar wat... Ja. Het is nu EK Dakli. Wat houdt jij kan het wel, accentloos. Ja, ik ben met een Deen naar China gereden. Dus ja. Op de motor praat je natuurlijk ook de hele tijd met elkaar. In het Deens. Ja, in het Deens. Echt, na 3 weken kon ik het gewoon verstaan. Maar wat houdt het allemaal nog meer in? Gaan we ook... is dat zuurstrumming? Is dat Deens? Nee, dat is niet Deens. Is het zeker? Ja. Dat is Zweeds. Oké. Okay. Ja. Maar we vertrekken ook zometeen. Daar komt de Befan Dutchbus aan. We vertrekken naar Denemarken. Oh, dat zou leuk zijn, man. Ja, dat zou wel echt heel leuk zijn. Maar kunnen we dat niet gewoon doen? Nee? Nee. Misschien na... Weekendje? Als, ja, waar spelen ze kwartfinale? Baku. Dus er zijn nog kaarten. Ik werd vandaag gebeld door iemand. Die had 2 kaarten voor die wedstrijd. En die had gewoon hardcopy-kaarten. En die belde mij. Ik heb 2 kaarten voor Denemarken tegen Tsjechië. Weet je hoe ik die kwijt kan raken? En ik zei, je weet dat die wedstrijd in Baku is. Ja. Ik zei, nee, daar kan ik je niet bij helpen. Ja, ik heb nu... Hoezo nog niet? Ja, wie gaat er nu voor die kaarten? Hoe kan je die nu daar krijgen? Nou, wij heten nu EK Daklik, dus het lijkt me hartstikke leuk om als giveaway 2 kaarten naar Denemarken weg te geven. Nou, hey, naar Baku, met Lars, hoor. Ja, maar naar Denemarken. Zou je daarheen willen? Baku, dat is met de bus niet te doen. Nee. We hebben gekeken, dat is gewoon niet te doen. Maar kijken in Kopenhagen kan altijd. Nee, maar ja, bus. Dat vind ik, ja. Dat vind ik een beetje lafjes. Ja? Ja. Of je gaat naar Baku om daar de Denen te ondersteunen, of je blijft lekker hier. Dus aan jou de keuze. Kijk wel even wat een ticket kost. Naar Baku. Dat is toch schitterend? Ja, dat lijkt mij heel vet. We gaan toch de Denen supporten, of ja, niet? Ja, dat is waar. Nou, goed. Bij deze, wie neem je mee? Nee. Ja. Oh, jij hebt hij moet mee. Vanuit Baku. Hij moet mee. Ik ga alleen als Joost meegaat, hoor. Wanneer is die kwartfinale? Ik denk het weekend. Ja, zaterdag of zondag. Okay. Als je nu weggaat, haal je het makkelijk. Ja. Amsterdam, Schiphol naar Baku. Zo, hoe lang is het op de motor? Dat weet ik niet. Ik ben naar China gegaan. Oh, ja. Dan zaterdag heen. En maandag weer terug. Ik wist dat je maandag... Nooit zondag terug. En? Nee, dat gaat hem niet worden. Waarom niet? Omdat het... wacht. Hij doet altijd... Je moet altijd even wachten, hè. Ik heb nu voor 581. Heen? Nee, retour. Oké. Okay. Turkish Airlines. Rechtstreekse vlucht? Nee. Tussenstop op, ik denk, Istanbul dan. Oké. Oké, laten we afspreken als er een kijker is. Of misschien wel Easy Toys of zo.
kunnen vanuit de vliegtuig, kunnen uit het vliegtuig iets opnemen. Brengt je tot grote hoogte. Kijk. Als EasyToy zegt, nou jongens, €558 keer 2 plus wat zakgeld. Ja, dus zeg maar, maak het even rond voor €1500. 2000. Voor €2000. Nee, €1500. Vorige keer dat jij het bedrag verhoogde, had ik de CEO van Swapfiets aan mijn broek hangen. Ja, onsympathiek. Ja. €1500. Ja. €1500 tikken we het af. Of als je hier zit te kijken en je zegt, joh, ik heb nog ruimte in mijn privéjet en ik ga dit. Oh, wacht, dit gaat over, welke jullie gaat het eigenlijk over? 3. Oh. Dan moeten we... Maar is dat de verjaardag van Frank de Bruin, toch? Dat klopt. Ja. Frank gewoon 1 ticket geven? Als verjaardagscadeau. Daar doe je hem denk ik oprecht plezier mee, want hij is een beetje mensschuw. €650. Oh, oké. Okay. Nou, €1500 als iemand... Euro nee. €1500 en dan lappen we de rest wel zelf bij. €1500 als je dit wil sponsoren. Ja. Dan heb je tot morgen. Noemen we... Morgen om 12 uur. Noemen we 15 keer je bedrijf. Nou, ik denk... Krantjes, podcast. 30 keer. Ja. Krantjes, podcast. Alles erop en een banner het stadion mee van EasyToys. Ja. Ja, maar nu zeg je EasyToys. Misschien zijn er wel andere bedrijven die dit doen. Ja, of van een ander bedrijf. Oké, okay, heel goed. Bij deze. €1500 en Joost en Lars. Nou, dat ging best snel. Zit opeens in Baku. Lijkt me schitterend. Volgens mij is dat een echt een hele mooie stad. Alleen prachtige een beetje ver. Stad. Er is niet heel veel te doen. Maar het is echt een prachtig, heel mooi oude gedeelte van de stad. Ja, hoezo? Ik kijk altijd de Grand Prix. Ja, prachtig. Dan zie je ze door de stad rijden. Nou, dan kunnen jullie ook als een weekje langer blijven is, volgens mij de Grand Prix. Nee, is net geweest natuurlijk. Robert Kemperman. Ja. Dat is een hele, ook een hele grote Formule 1 fan. Ja, ik ben een beetje van me apropos. Dat naar welke, welke kwartfinale kijk je het meeste uit? Ja, België tegen Italië natuurlijk. Ja. Maar ik wil er nog even op inhaken over dat er allemaal verhalen zijn dit toernooi. De Denen, Duitsers ook prachtig verhaal trouwens. Maar helaas zijn ze niet van door. Van de ploegen die in de kwartfinale staan. Ja. Nee, Engeland, daar is toch wel eigenlijk het verhaal van de meest gehate man in de Engelse selectie door de media. Naar de redder van het volk, Raheem Sterling, toch? Hij werd ook na de wedstrijd werd hij gevraagd van, en dat was volgens mij door een... Weet ik niet zeker, maar volgens mij door de UEFA zelf in een interview van did you justify your selection? Dat hebben ze aan hem gevraagd. Ja, en hij heb je nu bewezen dat je terecht bent opgeroepen? En hij reageerde echt zo van did I justify? Ja. Zo van what the fuck zeg je nou eigenlijk? Hij was toch... Dit is toch gewoon ook één grote hetze van de Sun en de tabloids. Dit is ja, alleen dit volgens mij helemaal niet in de bij de Engelse. Nee, maar wat Bruce dus zegt dit. Volgens mij was dit van de UEFA. Dus, ja, maar ja, die lezen misschien ook wel. Ja, precies. Dus dat frame wordt wel super erg op hem geplakt, toch? Van, dat hij nog steeds niet onbetwiste Engelandspeler is. Terwijl bij City laat hij jaar in jaar uitzien hoe goed hij is. Ja, echt belachelijk. Ik zag trouwens wel dat de Sun de enige was, in ieder geval van de kranten die ik heb gezien, die hem op de voorpagina hadden gezet. Voor de rest zag ik overal die foto van Kane. Ja, maar dat was ook wel een mooie foto, hoor. Ja, man. Van Kane. Nee, tuurlijk. Maar Raheem Sterling is wel het verhaal, toch? Van de 4 doelpunten, ze hebben er 4 gemaakt, heeft hij het... Twee, heeft hij er 3 gemaakt zelfs, tot nu toe. Zeg dat goed? Ja. 3. Hadden jullie die foto's gezien van die kans van Müller? Want dat werd ingeleid door een slechte paas van Sterling. Ja. En je zag foto's dan van achter dat Sterling op zijn knieën zat, ja, zo te prachtig kijken. Oh, ja. De wanhoop in zijn ogen. Dat waren ook prachtige foto's. Ja, man. Maar dit was wel echt zo'n wedstrijd met superveel historie erachter. Absoluut. En dat voelde je ook een soort terug al in die wedstrijd, vond ik. Van met dit soort momenten dat iedereen echt dacht van... Oké, dit is niet alleen die uitschakeling, maar dit is ook de strijd tussen Engeland en Duitsland, zeg maar. En ja, het was wel heel vet dat Sterling het dan deed. Maar België-Italië ja, is voor mij wel de kwartfinale. Voor jullie nog een andere, of niet? Nee, hetzelfde. Duitsland-Portugal. Zeker. Welkom terug in groep F. Voor jou iets anders? Ja, ik ben wel benieuwd naar de Spanjaarden, man. Ik wil net zeggen, Spanje... Die hebben zich zo ontwikkeld, toch? Of tenminste, ja, in de uitslagen in ieder geval sinds de openingswedstrijd. Spanje-Zwitserland nu, hè? En Zwitserland heeft ons bijzonder vermaakt. Ongelooflijk, ja. Ja, ik vond het wel echt... misschien wel de... wel de knapste prestatie tot nu toe, toch? Van Zwitserland. Als je Frankrijk weet uit te schakelen. Ja, denk het wel. En 3 keer weet te scoren tegen de Fransen. Dan hebben we natuurlijk nog Oekraïne... Die het opneemt nu tegen Engeland en Denemarken, Tsjechië. Dat gaat wel het meest pijn doen. Denemarken, Tsjechië? Ja. Denk je niet? Voor wie? Voor ons. Waarom? Ja, omdat je dan weer geconfronteerd wordt dat je van deze Tsjech hebt verloren. Ja, maar wij staan dan allemaal in een Denemarken shirt hier op de ras. Nee, tuurlijk. Straks gaan we er weer vanaf tegen de Tsjechen. Oh. Ja, allemaal zo'n Denemarken. Zo.
Dan worden we voor Tsjechië. Ja, dan moeten we voor nooit. Tsjechië. Nee, tuurlijk nee? niet wel. Nee. Er zijn twee teams waar we nooit voor gaan worden. De Tsjechen en de Belgen. Mensen die voor België zijn nu, dat vind ik... Wat? Niel Petersen. Ja? Groot fan van de Belgen. Ja, oh, moeten we niet de Belgen supporten? Ik ben fan van Cyril Dessers, maar die speelt niet voor België. Nee, maar Nigeria doet ook niet mee aan het EK. Nee, maar ik ben gewoon fan van Cyril Dessers. Dat is een Belg. Ik ben niet per se fan van België. Ik ben fan van Thomas Rijsman, maar die club... Dat is een Nederlander. Nee, 100% Belg. Is hij 100% Belg? Ja. Dat betwijfel ik. 100%. Hij is morgen te gast. Hij is geboren in België. Hij is geboren. Hij is geboren in Nederland. Hij is geboren in Nederland. Hij is 100% Belg. Ja, het is echt super raar. Maar hij heeft er echt moeite mee. Hij hinkt echt tussen twee identiteiten. Okay, maar jij bent België fan? Hij hebben mensen op de bank ook last van. Als je moet kiezen, team Kuipers of team Makkeli? Team Makkeli. Kuipers. Makkeli. Makkeli. Waarom heb jij Kuipers? Ik dacht om een beetje contrast te brengen. Het maakt jou echt helemaal niks uit. Echt helemaal niks uit. Nee? Waarom? Heb je nooit social media gedaan van scheidsrechters? Nee, wel een keer een campagne. En wat was het? Voor, hoe heet dat, Arag? Ja. Maar wat was de campagne? Weet ik niet meer. Wees eerlijk, kies Arag. Nee, ja, wel zo. Wel van dat soort. Maar ze hebben daar uiteindelijk op uitgespeeld dat je die hele slechte reclame, dat ze komen bemiddelen bij bijvoorbeeld burenruzies of zo. Oh ja, dat vond hij wel leuk. Ja, vond je die leuk? Mijn concept was, het was eigenlijk een slap aftreksel van mijn concept. Wat was jouw concept dan? Ga ik niet zeggen, want dan gaat Noah Zeoder met TWA vandoor. Goed. Maar voor 2K krijgt Arag een hele goede reclame. Arag krijgt een podcastjes, krantjes. Moet je alleen ons naar Baku sturen. Juridische bijstand in... als we gaan we in scheidsrechters te nu, ik snap als Arag het doet. Wat bedoel je? Toch, met een fluit. Gaan we in scheidsrechters te nu. Dan zitten wij daar in scheidsrechters. Nee, dan wil ik één scheidsrechter en eentje een assistent scheidsrechter. Dus ja, met jullie vlag. Met vlag. Ja, maar ik denk, of je neemt Kevin Blom mee. Ik denk dan, sowieso wordt hij door de war gehaald met Joost. Maar ik denk dat echt... Nou, dat is met hem denk dat je echt lol hebt, hoor. Ja, ja. Gaan we iedereen rode kaarten geven in het vliegtuig? Jawel, jij zegt, ik heb een mooi verhaal. Ja, maar toen dacht ik, nee, dat ga ik niet vertellen. Ja, tuurlijk. Nee. Jawel. Nee, echt niet. Nee, ik moet even... Het was jij als Kevin Blom en jij als Danny Desmond Makkeli. Dank je, Niel. Jij zou er ook een beetje als scheidsrechtershoofd, vind ik. Nou, ik heb ook wel een blauwe maandag de E1 van Sportclub Blog gefloten, maar daar hield ik het graag bij. Die Zoom met goed. Nee, hij heeft wel echt iets van Danny Desmond Makkeli, hoor. Maar wat wil je zeggen over Kevin Blom? Nee, joh, niks. Hij gaat het toch niet zeggen, dus... Nee, ik ga het echt niet zeggen. Nee? Oké. Dan gaan we het hebben over... Moeilijk, hè, zonder eindredacteur. Nee, ik heb werkelijk waar. Ja, ik heb geen draaiboek, dus ja. Frank de Boer. Nou, we kunnen even gaan kijken naar de boot in. Ja? Maar wel alleen als het een hele leuke deelnemer is. Kai Sierhuis. Oeh. De boot in, met Kai Sierhuis. Kai, je hebt, ben je er klaar voor? Nou ja, dat weet ik niet. Dat gaan we straks merken. Maar met wat voor gevoel sta je hier? Ja, gewoon met het gevoel om eventjes dat bootje te raken. Joop Buit gezien. Een hele aardige score. Dus ik ga me er niet eens aan wagen. Heel hoog. Dus, maar we gaan gewoon ons best doen. Hè. Waar gaan we voor? Nou, laten we beginnen met 20. 30 punten. Krijg ik er 30? Als jij was zo zelfverzekerd. Jij zegt, ik ken de 16 meter uit mijn hoofd. Ja, dit was denk ik 25. Laten we dat ervan maken dan. Okay. Vind ik sympathiek van je. Wat leggen we hem nu op? 30? Ja, 30 is prima. Kritisch blijven was gewoon een matige poging. Dus misschien nu een vreefballetje. Ja, heel veel beter dan dat ga je ze niet zien deze serie. Dus, gewoon bescheiden met van ja, die 100 punten ga ik niet aankomen. En je eindigt letterlijk met heel veel beter dan dit soort ballen ga je niet. Kijk, die tweede is gewoon, dat was niet top. Maar die derde, ja, die is top. Kijk, 25 plus 60 maakt 85. Waar kom ik dan een beetje terecht? 54 plek. Kan beter, maar zijn we niet ontevreden over. Niet ontevreden over, dat verbaast mij als je dan op plek 5 uitkomt, Kai Sierhuis. De top is ongewijzigd nog steeds. Gilles Werts, 110 punten. Joop, hij valt zelfs buiten de top 5. 100. Ja, klopt. Ja, ja. Drie mensen op plek 3. En daaronder Kai Sierhuis. Jeetje, ga jij nog een keer meedoen? Ja. Ja?
Hoeveel punten? Ja, mijn fluwele traptechniek. Ja, je hebt heel veel dingen die je niet kan. Ik kan wel een bal trappen. Ik denk dat jij hem op 60 meter gaat leggen, die bal. Ja, ik vroeg of ik hem op 100 mocht leggen. En? Nee, mocht niet. Waarom niet? Ja, dat moet je aan Jeroen vragen. Oh. Dat heb ik in 2016 geprobeerd. Ja, toch? Nee, en die van de meiden ook, weet je dat nog? 60 meter was dat. Ja. Dan kan je dus, want het laatste telt dubbel, toch? Zeker. Dus kan je toch 400 punten halen? Dat heb je heel goed berekend. Ja, gefeliciteerd. Misschien niet dat Duitsland eruit ligt, maar 400 punten ken ik. Maar dat doe ik dat. En jij gaat voor de 400, lijkt me wel legendarisch, Joost Hofman, 400 punten. Over legendarisch gesproken. Legendarische gasten die je nog wil, ja, te gast wil hebben in de krantjes. Ik had Martin gevraagd, maar die is even lekker de Roon. Martin Verkerk, ja. Wimbledon. Nee. Oh, Martin. Ik verstond Martin, sorry. Nee, Martin. Martin de Roon, maar? Maar die gaat even lekker op vakantie. Maar betekent dat een definitieve nee? Ja, want dan is hij, daar gaat hij meteen door naar Italië. Oké, dus ga je nu mensen opnoemen die je gevraagd hebt niet komen? Of ga je nog... Nee, maar jij vraagt toch wie zou je willen? Ja. En het lijkt mij mooi om iemand van de afgelopen selectie te hebben. Dat lijkt me ook. Ja. En nog andere? Eli Blind lijkt me ook vet. Daily. Oh, ik denk dat je daar ook echt goed mee... Ja, dat is wel leuk. Ik kan houden. Vragen. Nog andere? Even vragen, zegt hij. Even kijken wat we kunnen doen. Een andere? Nee. We zitten al redelijk... We hebben Eva morgen, Marieke Derksen. Wie is Eva? Korreman. Oh, van 3FM. Oh, de oude buurvrouw. Thomas, wat leuk. Mooie vrouw. Ja. Maar het wordt in die rustdagen wat lastiger. Hè? Daar hadden we het vanochtend ook over. Ja, je moet toch steeds weer nieuwe onderwerpen verzinnen. Ja. Dus ik denk dat de krantjes ook wat algemener worden. Oké. Okay. Nou, er gebeurt genoeg in de wereld, hè? Ja, daar schrijven, daar staan de kranten altijd voor. Frankfurt Allgemeine. Zeker. En zo Siewert. Wie zou jij nog willen in je busje? Wie ik echt het allerliefste zou willen? Ja, in je busje. Iedereen op de hele wereld mocht kiezen. Nou, top 3? Roos Bertram. Ja. Oké, maar wat ga je daarmee doen dan? Modellenwerk. Nou, lijkt me best wel leuk. Ja. Nee, weet je, ik wil vooral... Ja, tuurlijk wel. Maar ik wil het avontuur van de Belgen wil ik eigenlijk nog wel nauw gaan volgen. Ik wil ook een beetje oefenwedstrijden gaan kijken van Eredivisieclubs en KKD-clubs. Ik zag oefenwedstrijden vind ik altijd echt geweldig. Ajax tegen gaat spelen. Ja, tegen Kwik, ja, zeker. Zaterdag voor mij al, toch? Maar ja, dan zit je in Baku. Dat is wel een beetje balen. Jij moet nog lachen, maar we gaan echt, hè? Je hebt het door, hè? Er komt een partij die zegt van gaan jullie maar. Ik schat de kans nu op 72,5% dat jullie gaan. Zo. Maar nog andere? Stel je voor, hè, dat wij dan in Baku rondlopen. Mm-hmm. En dat Denemarken dan eruit wordt geknikkerd door Tsjechië. Ja. Dan riskeer je een celstraf om een Tsjech om te brengen. Dat is de meest willekeurige reis die ik ooit heb gemaakt. En dan ben ik met een Deen op de motor naar China gereden. Goed, ja. Maar nog andere... Je kan ook mensen oproepen die je nu in je hoofd hebt. Ja, Rose Bertram, ik weet niet of zij zal happen, maar... Nee, ik vind het lastig. Heb je nog suggesties voor Larsie? Wat hij moet doen vanuit de bus? Ik wil nog heel graag met Simon iets doen, want die zit natuurlijk al het hele toernooi verbaasd te kijken dat ik hem weer niet heb gevraagd. Als je hem vraagt, zegt hij gewoon af, hoor. Simon Tjommer, heb je het over? Niet Zwartkruis, die kan je altijd vragen, die komt altijd. Oh, leuk, Simon. Simon Zwartkruis ook. Wils Watcher. Kijken hoe Wils weer terug aan is gekomen. Over onbereikbaarheid gesproken, hè? Mensen die niet te bereiken zijn. We hebben vanochtend een pleidooi gehouden voor Zidane als bondscoach. Zeker. Waarom schiet jij zo nee? Ja, vind ik echt helemaal niks. Waarom niet? Nou, yes, gisteren was je anders. Was je wat genuanceerder in de podcast. Je weet het toch wel geopperd? Zeker. Ja, Niel opperd het ook. Geweest? Nee, Niel. Nee, ik was helemaal niet de eerste. Willem van Hanegem was de eerste. Ja, maar dat stond vanochtend pas in de krant. En gisteren al online. Oh ja? Bizar dat er zo'n groot verschil tussen online en krant. Echt bizar, hè? Dat ze dus artikelen die in de krant verschijnen een dag later al eerder online zetten. Maar waarom zei dat nee dan? Ja, ik weet het niet. We hebben toch niet zo'n extreem goede... Waarom zeggen we Zidane? Omdat hij een grote naam heeft? En omdat hij prijs heeft gewonnen. Zal ik het verhaal vertellen? Wat ik... Nee, ik vul je aan. Nou ja, omdat hij met Real heel veel heeft bewezen, maar met een land bijvoorbeeld nog niet. De verhalen over hem zijn er ook niet echt eenduidig dat hij fantastisch is. Daar zijn best gemixte verhalen over dat hij soms tactisch best wel steken laat vallen. En soms ook best wel moeilijk is in de omgang, zeker binnen een grotere organisatie. Dus ja, wat weten we nou eigenlijk van hem? Ik vind dat best een grote gok om hem dan aan te stellen. Ja. Plus het is een Fransman. Dat is een heel goed argument als laatste. Nou ja, nee, dat is best een grote clash qua cultuur toch met Nederland. Ben ik helemaal met je eens, zeker. Vind je dat sowieso met buitenlandse... We hadden het vanochtend ook over buitenlandse coaches. Jij stond er wel wat opener in. Ik vind dat Nederland nu gewoon een grote naam nodig heeft. Iemand die echt laat zien
echt voor die groep staat. En dat kan ook Van Gaal zijn. Maar ja, maar heb nogmaals, je dan over iemand met een aura? Een ja, leiderschap en een goede aura. Ja. En ik heb maar één pleidooi. Je hebt al 5 keer gevraagd van wie ik te gast zou willen hebben. Ja, Henk ten Katen. Ik wil hem absoluut niet als bondscoach, dus ik wil in mijn bus dit doet de zaak wel goed, ik denk inderdaad. Als jij Henk ten Katen vraagt, hey Henk, ik zou graag een keer een item met je op willen nemen, maar je moet absoluut geen bondscoach worden. Ja. Nee, maar als assistent kan het wel. Zeker, ja. Dat denk ik ook. Maar ik ben op zich, ik ben niet tegen een buitenlandse bondscoach, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat je heel goed moet kijken van wat past ook wel binnen Oranje, binnen een organisatie. Want je kan zeggen, de bondscoach heeft de belangrijkste baan misschien wel van allemaal. Alleen hij is wel een enkel persoon die een lopende organisatie binnenkomt. Als je Antonio Conte wordt heel vaak genoemd. Die manier hoe hij bij clubs werkt is wel vrij heftig en een heel groot contrast met hoe de KNVB werkt. En ja, dan moet je. Maar wat is het contrast dan? Nou, Conte die heeft bij elke club waar die is gegaan, heeft hij volledig zijn eigen plan getrokken qua spelers. Ja. Niet naar de lange termijn gekeken. Dus dan gaan we nu puur kijken naar. Dat is toch juist perfect voor een bondscoach? Is dat zo? Ja, je wilt toch om de 2 jaar om een prijs spelen? Ja. Ja, of wil je een stabielere basis creëren voor je nationale ploeg? Eigenlijk alles wat jij hebt genoemd van dat de randvoorwaarden geoptimaliseerd worden. Ja, maar die worden geoptimaliseerd. In ieder geval, kijk, het is natuurlijk lastig om te vergelijken met de club. Maar ik denk dat hij ze de randvoorwaarden optimaliseert om eens in de 2 jaar een prijs te pakken. Ja, ja dus. Ik denk dat er een heel groot verschil zit in hoe de Italiaan. Hij is trouwens sowieso geen optie qua salaris, maar hoe. Dat is trouwens wel goed. Ik hoorde gisteren, voor mij was het Willem Vissers bij Wilfried de Jong bij Met het oog op morgen. En toen werd er geschat dat de bondscoach 1 miljoen zou verdienen bij de KNVB. Was wel mooi. Daar was een schatting over. En toen werd vergeleken bijvoorbeeld met coaches die in het buitenland 10 miljoen verdienen. Maar als bondscoach? Nee, gewoon bij clubcoaches. Ja, precies, ja. Maar vind je dus dat de KNVB meer geld moet uitgeven als je dan zo iemand kan halen? Stel dat Conte zegt, oké, ik kom, maar ik wil 3 miljoen per jaar. Ja, dat denk ik wel. Dat zei Jeroen Stekelenburg gisteren ook. Hij zei van, ja, als je echt een grote naam wil, dan moet je ook de wil hebben om wel te investeren. Ja, ja, alleen je bent dan wel aan het investeren in één individu. Terwijl... Alleen jij zegt net bijvoorbeeld van, ja, de KNVB, dan kom je binnen een lopende organisatie. Ja, voor mij voelt het meer als een kapotte snoepfabriek op dit moment. Die heb ik niet heel vaak gehoord. Leg uit. Nou ja, gewoon dat die machines elke keer een storing hebben. Dat is wel een mooie metafoor. Want je zegt van, er is wel snoep. Ja. En dat is er ook, alleen het loopt niet. En dat daar, ja, het is niet lekker wat je krijgt. Nou ja, nee, het kan heel lekker zijn, maar er zitten gewoon verkeerde ingrediënten in. Nee, ja, ofwel. En het wordt niet goed gedistribueerd naar de winkels. Ja. Ja. Ja, maar ik vind dat dus wel. Ik vind dat we ook wat kritischer naar de KNVB mogen kijken. Iets kritischer, niet te, hè? Ietsjes. Tegen Niel niet te zeggen, hoor. Ietsjes, hè? En ook naar de selectie zelf. Ja, maar... Ja? Ja, nou, maar dit is niet alleen maar de schuld van Frank de Boer. Nee, maar dat is toch precies wat ik zeg. Van, je moet wel kijken of een coach ook... alleen de coach vervangen heeft toch niet zoveel zin. Dus we kunnen nu Antonio Conte daar neerzetten. Maar dat heeft toch niet zoveel zin... Omdat er heel veel omheen ook niet goed is. En daarom is Van Gaal natuurlijk wel een goede optie. Die gaat ook met de bezem erdoorheen. Maar die kent wel iedereen. En die maar kan wel. Je door de selectie of echt de hele structuur van een. Ja, hele structuur. Stel nou, je zou Van Gaal aannemen tot het WK in Qatar. En daarna gaat hij in een andere functie verder. Ja, tot en met het EK. Of WK. Ja, dat lijkt mij gewoon goed. Want volgens mij is er echt wel wat nodig ook binnen de bond. Dat zei Martin Koolhoven, die tweette dat net. Dat vond ik wel een... Het feit Lodewegers nu ook weg is. Wat? Het feit Lodewegers en de KNVB gaan uit elkaar. Echt? Ja. Oh. Nooit meer een briefje van Dwight. Domino effect. Rest in peace. Ja, ik denk, los van dat Dwight helemaal kapot is gemaakt door verschillende media. Ik denk dat het een zeer gerespecteerd trainer is in het landschap. Een hele goede assistent is geweest. Ook onder Koeman. Maar dat het heel verstandig is dat er een nieuwe staf komt en dat er ruimte komt voor verversing en voor nieuwe mensen. Maar het is net aan 9 maanden geleden dat er ook op Lodewegers na een hele nieuwe staf is gekomen. Nee, hoezo? Wie is er allemaal nieuw dan? Frank de Boer, Ruud van Nistelrooy. Nee, maar Ruud van Nistelrooy is alleen voor het toernooi erbij gekomen. Ja? Dus alleen een bondscoach is veranderd. Daarmee toch ook? Nee, want Patrick Lodewijk was er al onder Koeman. Ze hebben Maarten Stekelenburg bijgezet. Dat was ook de reden dat ze Frank de Boer namen. Omdat ze dan niet een hele nieuwe staf moesten nemen. Ja, maar ja, oké.
Dus nee, nu ik dacht dat er omheen daar ook, maar... Nee, want de team... Maar dan alsnog is je technische staf is dan wel best wel flink veranderd, toch? Maar... Nee, want onder Koeman, het verschil onder Koeman... is dat het De Boer nu is gekomen en Ruud van Nistelrooy is toegevoegd. Maar dat maakt en Stekelenburg. Volgens Bruce nee, Stekelenburg was al onder Koeman al toegevoegd. Die laatste wedstrijd, toch? Nee, maar die was onder Koeman al toegevoegd. Oké. Okay. Zeg maar. Nou ja, Bruce zegt iedereen eruit. Maar echt iedereen. Nee, ja. Nou, ik zou wel gaan kijken van wie de standaard nadragen die jij wil. Ik bedoel, en dat hebben we nu met Frank de Boer. Frank de Boer is dat niet, denk ik. Maar dat zei Martin Koel even, zei kan ik dat Gaal niet coach. Robben en Reiziger assistent per chef Jack van Gelder. Maar waar op basis van wat is dit? Emotie. Oké. Okay. Nou ja, heel leuk voor Martin Koolhoven dat hij dit vindt. Dat is waarschijnlijk een vriendje van je, dus dan moeten we dat nu bespreken. Wie is dat eigenlijk? Een regisseur, een hele goede regisseur. Toch? Nee, ja, ik denk dat het gaat over, wij hebben het in de podcast al besproken, is het gaat over, en dat daar zit, daar wringt het een beetje. Dus de man die nu het profiel gaat samenstellen waar iemand aan moet voldoen of de technische staf aan moet voldoen. Ja, je kan je afvragen of die persoon daar de juiste voor is. Want die gaat nu een profiel samenstellen die geeft, terwijl die bekend maakt dat iemand zelf opstapt, die persoon nog 21 trappen na, wat totaal onnodig is. En geeft eigenlijk zijn eigen onkunde ook aan. Dat hij na Koeman iemand wilde zoals Koeman. Of dat hij daarna terugverlangt, maar totaal iemand anders heeft aangesteld. En die moet nu gaan bepalen wie er nu de nieuwe bondscoach gaat worden. Volgens mij wilden zij zo vlak voor het toernooi gewoon niet de hele staf en het hele proces omgooien. Dus wilden ze een trainer die dat oké vond. Nou ja, dat werd Frank de Boer. Maar voor mij voelt het gewoon echt een enorme inschattingsfout. Compromisbondscoach. Ja, tuurlijk. Nee, enorme compromisbondscoach. Ja, alleen... Vriendelijke man. Nico Jan Hoogma, want daar hebben we het over. Die, ja, waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Dus ja. Je moet ook wel... Toch? Hij kan het goed maken. Het is niet per definitie als je één slechte bondscoach aanstelt. Simon Tjommer zei het gisteren in mijn podcast. Van ja, weet je, dan hadden die gasten bij Barjen al lang weg geweest... als ze één keer een verkeerde coach aanstellen en daarna weg moeten. Ja, en kijk, ik denk dat een verkeerde coach aanstellen niet per se... een verkeerde coach aanstellen, dat kan je meten aan verschillende dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld dat je niet kwalificeert en dat soort dingen. Maar er zijn nu zoveel dingen waar het mis is gegaan. Dus niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Ja, precies, maar niet alles is Frank de Boer. Nee, zeker niet. Maar het is wel iemand die in ieder geval niet voor gezorgd heeft dat die dingen wegblijven. Maar Nico Jan Hoogma, die zei ook nog vanochtend in de Telegraaf van... we hadden die clausule. Dus als de kwartfinale niet bereikt wordt, dan ben je eruit. Maar dan zei hij wel nog, maar als we nou in de achtste finale van Portugal hadden verloren... met een bal die we eerst op de buitenkant van de paal hadden geschoten... en Portugal scoorde dan uit de daaropvolgende counter... hadden we het wel nog even bekeken. Dacht ik, ja, wat hij vanochtend ook zei... daar ligt toch gewoon het hele probleem, dat je dat al uit je strot krijgt. Dan ben je alleen maar aan het kijken naar dus een bal die goed of niet goed valt. Ik zag Sjoerd Mossou, ik zag een filmpje voorbij komen... waarin hij refereerde aan vorig jaar. En toen gaf hij eigenlijk al aan dat er gewoon middelmaat regeert in Zeist, zeg maar. Er is geen absolute top. En ik denk dat dat nu ook weer naar voren komt. En daarom ben ik heel benieuwd wat ze nu gaan doen. Maar wat is nou, als je echt groot denkt, hè? Dus we hebben het over Zidane. En jij, ik vond wel goed wat we vanochtend ook zeiden, niet de hele tijd herhalen. Maar Oranje, het is geen Letland, het is geen Litouwen. Wij mogen best wel inderdaad we zijn wel een statuut als Nederland zijnde. Als je gewoon nu naar Nederland kijkt, wie is de echt absolute topper die we misschien denken, ja nee, die gaat het niet doen. Maar die we wel Erik hebben. Erik de Hag of Louis van Gaal. Joachim Leu. En al jaren geopperd als bondscoach Rijkaard en Katen samen. Maar hij neemt nooit op, maar als je echt groot denkt en alles mag... Ja, maar Rijkaard is nu 27 jaar geen trainer meer geweest. Oh. Ja, maar Henk de Katen zit ook al 12 jaar in het Midden-Oosten. Wat zei je? Bondscoach zijn is hetzelfde als fietsen. Prachtig, ik hoor het u zeggen. Leer je niet. Je verleer je niet, nee. Nee, ja, wij hadden het erover. De laatste 10 jaar zit hij in de top qua betalingen, maar niet qua prestaties. Het is ook wel lekker, hè, als je er zo lang uit bent. Kom je terug, voel je eigenlijk helemaal geen druk meer. Je had het vanochtend over de druk van Frank de Boer. Ja, Frank de Boer is daar echt onder bezweken. Hij zei het ook, het is niet goed voor mijn gezondheid. Al die foutjes op de persconferenties en zo, die kan je echt wel terug... Hij zegt nu in de persstatement van, anders wordt de druk echt te hoog. Ik denk dat hij dat al lang heeft ervaren, dat dit gewoon te hoog gegeven was. Daar ben ik ook wel met je eens, ja. En dat is alleen maar Frank de Boer, je kan veel van hem zeggen, maar hij geeft altijd 120%. Ja, ik vind het trouwens wel echt heftig, hè, dat de KNVB dit ook heeft meegenomen, zijn versprekingen, zeg maar, in de evaluatie. Hoezo? Is ik vind dat wel logisch. Prestatie. Wat zeg je? Dat is totaal prestatie. Ja, maar daar had hij... Kijk, en dat vind ik dus iets. Jij werkt
dag in dag uit met zo iemand, met zo'n coach. Jij weet dat er heel veel druk op hem staat. Dan kan je hem daar toch bij helpen? Nee, nou, ik vind dat bijvoorbeeld van Donny van de Beek, weet je dat dat een vraag gaat worden? Het dat afbellen weet je dat het... Afbellen wel. Ja. Daar moet je iemand bij, maar zo'n verspreking, ja, daar ben je toch ook bondscoach voor? Ik krijg straks ook van jou op mijn kop, omdat ik dacht dat Duitsland nog... Nee, dat is helemaal voor jouw konto. Ja. Ah, ja, hier zie je, doe je hetzelfde. Nee, jij wilde een punt maken, of niet? Nee, ik moest gewoon weer terugdenken aan het moment dat die Quincy Menig zei. Ja. Dat we met z'n allen zaten kijken van... Wat eigenlijk is dat terugkijkend op het allesomvattende moment geweest. Nou, ja, is dat symbolisch wel. Dat is het beste, inderdaad. Ja. Maar goed, dus ja, ik ben het wel met je eens dat wij een statuut zijn. Ik had nooit zo Oranje zo omschreven, maar Oranje is een statuut. Maar jij wil echt Van Gaal, hè? Je bent... Nou, ik wil gewoon dat we bij de KNVB de allerbeste mensen hebben op de allerbeste posities. Omdat het volgens mij, en ik heb het wat gecheckt bij wat trainers en wat spelers, het hoogst haalbare is voor iedereen in zijn carrière. En dat moet je dan ook uitstralen op mediagebied, op inspanningsfysiologisch gebied, op weet ik veel. Al die gebieden moet je gewoon in ieder geval zorgen dat je dan iemand hebt die echt de allerbeste is of de potentie heeft echt om de allerbeste te worden. En ik, als je heel kritisch gaat kijken nu binnen de KNVB, denk ik, en dat is heel vervelend voor mijn vrienden in Zeist, maar ik denk dat je daar echt van gaat schrikken wat daar rondloopt qua niveau. Maar kan Van Gaal het wel met dit team? Als ik je denk het vergelijkt met 2014, nou, zijn natuurlijk zoveel... Nou, ik denk dat wat heel goed is, want hij is er nu een paar jaar uit, dat je nu ook gewoon aan Van Gaal, hoewel Van Gaal de beste optie is, wel aan Van Gaal gaat zeggen, oké, jij krijgt dit team, hoe zie jij dit nu voor je? Wat zijn jouw ideeën met dit team? Hoe zou je bepaalde situaties oplossen? Wat wordt je werkwijze het komende jaar? Hoe gaan we bepaalde processen doormaken? Alleen nogmaals, dan zet je dus Van Gaal tegenover Nico-Jan Hoogma. Ja, die wordt onvergeblazen. Ja. Dus daar begint het dus eigenlijk al. Hoe weet je dat? Nou, omdat ik denk, als Nico-Jan Hoogma deze keuze heeft gemaakt om Frank de Boer aan te stellen. Maar, dat zegt toch heel veel over hoe hij kijkt naar Oranje? Vind jij het niet, vinden jullie het niet misschien tijd om dat Nico-Jan Hoogma de eer aan zichzelf moet houden? Nou, dan vind ik dat je wel heel kort door de bocht gaat nu. Het is ook gewoon een vraag. Jij roept dat al 3 weken. Al een half jaar. Sinds de aanstelling van Frank de Boer. Ja, ik heb het voor mij wel toen ook een keer geroepen dat ik het een hele rare aanstelling vind. En nu nogmaals, ik vind ook, en dat is helemaal geen schande, want hij heeft bij Heracles heel goed gedaan als technisch directeur. Hij was zeer gerespecteerd als voetballer, onder andere in de Bundesliga. Ik denk dat hij misschien voor een club in de middenmoot in Nederland of subtop misschien goed is. Maar om technisch directeur te zijn bij de Nationale Voetbalbond wordt er wel meer gevraagd. En dat heeft deze aanstelling van Frank de Boer bewezen. En natuurlijk kan je een fout maken. Maar een fout als Frank de Boer maken... Moet je er wel uitgegooid worden. Een fout als Frank de Boer maken. Als je bijvoorbeeld Philip Cocu of Giovanni van Bronckhorst had gemaakt. Die een andere manier van werken hebben zoals Frank de Boer. Dan had ik je misschien nog wat hand boven het hoofd gehouden, maar nu niet. Moet Van Gaal niet technisch directeur worden? Nou, dat is hij dus al geweest, toch? Met Koeman toen. Ja, hij is voor mij ooit... Of hij... Ja, toch? Ja. Weer. Heel kort. Heel kort, ja. Zeker. Ik denk dat hij daar... voor meer onrust gaat zorgen binnen een organisatie dan dat hij zijn bondscoach. Maar er moet onrust komen. Er moet even onrust komen. Zeker. Ik weet dus niet of hij als technisch directeur de beste is, zeg maar, de beste optie is. Ik heb Marcel Brands geopperd, dat lijkt me volstrekt onmogelijk. Ik vind wel dat je moet bellen. Ik vind wel dat je hem gewoon moet bellen. Hey Marcel, we weten dat jij daar een hele belangrijke functie hebt. En we weten dat jij nog lang niet klaar bent met het traject. Maar we willen je wel graag als technisch directeur. En wat moeten we ervoor doen? En dan zegt hij misschien dit. Oké, nu niet. Ik voel me heel vereerd dat jullie me aan vragen. En dat je aan Marcel zegt. Oké, wat zou... als jij mee wil denken in het belang van het Nederlands voetbal. Wat zou... wie is goed? En dan zegt hij misschien... Basler of Matthias Sammer. Basler lijkt me niet zo'n goeie. Matthias Sammer is klaar bij de DFB. Die heeft een heel goed traject neergezet bij de DFB. Hoe ze daar doorgeselecteerd hebben. Prijs hebben gepakt. Ga daar een keer mee bellen. Ja, en dat zou je misschien ook wel met een trainer moeten doen. Dus Erik ten Hag bellen, die wil misschien niet, maar dat je dan wel gaat praten. En dan zeg je moet George Ulte pakken. Peter Bos bellen, die wil misschien niet. Of die wil ja, die heeft net een getekend. Week getekend. Ja, maar ja. Precies. Maar kijk, daarom zeg ik ook Van Gaal tot Qatar en daarna een nieuwe coach. Want wat er nu op de markt is en wat waarschijnlijk wil, is gewoon niet...
Maar dat is bullshit. Er is heel veel op de markt. Er is echt heel veel op de markt. Niet op de Nederlandse markt. Nee, maar waar moeten we in de Nederlandse markt? Nee, hoeft niet van mij. Maar er is dus heel veel op de markt. En zo moet je ook denken. Ja. Want ik ben het met je eens, als je kijkt op de Nederlandse markt... Nou, Peter Bos zit vast, Erik ten Hag zit vast. En jij maakte dat argument in de podcast ook, hè? Dat je in het belang van Nederlands voetbal... moet je hem dan wegtrekken bij Ajax. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk zei je, je moet hem wel bellen. Maar dat wel in de gedachten meenemen. Niet ja, tijd dat Pep gaat stoppen bij Guardiola. Dat wij dat als KNVB bepalen. Ja. Hey Pep! Weet je wat we gaan doen? Ja, het zou wel echt heel mooi zijn. Je hebt weer de Champions League niet gewonnen. Maar is dat... Het is natuurlijk een beetje een utopie of zo. Maar hij is lijp van het Nederlands voetbal. Zeker. Cruijff heeft hem gevormd. Zeker. Je kan hem bellen. Ja, maar dit is het. Pep Guardiola, nieuwe bondscoach van Oranje. Nee. Jawel. Okay. Je hebt het hier bij de bank van FC Afkikken voor het eerst gehoord. En ook voor het laatst. Zullen we even kijken naar de kwartfinales? Even jullie voorspellingen. Zwitserland, Spanje. 0-2. Zo. Oké. Okay. Nee, ik zeg wel zo, maar dat is niet zo verrassend. Kan toch? 0-0 en dan Zwitserland naar penalties. Ja, Jan Sommer. Weer de held van de avond. België. Nou, doe jij ook maar. Zwitserland, Spanje. 2-4 na verlenging. Spanje door. Morata weer prikken? Nee. Okay. België, Italië? 1-3. Na 90 minuten? Ja. 0-1. Oh, kut, wilde ik ook zeggen. Ja. Nou, dat kan je absoluut niet zeggen. 1-2. Okay. Na verlenging 3-2 voor de Belgen. Tsjechië, Denemarken, waar jullie natuurlijk bij zitten. 0-4. 0-8. 0-1. 120ste minuut. Nee, 89. Kasper Dolberg? Nee, 4 keer. Malen. Molen. En dan de laatste... In Rome, waarschijnlijk zonder Engelsen en zonder Oekraïners. Oekraïne, Engeland. 1-0. Voor Oekraïne. Nee, it's coming home. 2-1 voor Engeland. Ik denk dat die wordt afgelast. Dan moet die later herspeeld worden. Dan wordt een heel mediacircus. En dan wint Oekraïne 1-0. Na loting. Oké, okay. Heel goed. Engeland de Krim. Ik begin wel steeds meer te snappen waarom jij zo laag staat in de Scorito-pool. Je hebt een hele rare vraag. Ja, hoe hoog sta jij dan? Praktisch, even hoog. Ja, ik wil het net zeggen. Maar ik heb het wel serieus gedaan. Bij mij ligt het gewoon echt aan voetbalkennis. Bij jou ligt het aan... Nee, ik denk dat het gestaakt wordt en vervolgens geloot en dan weer dit. Maar wat ik al zei, kijk, je moet altijd... Mensen die altijd zeggen 2-0, 0-2. Ja. Stel je voor dat straks bommelding in Rome... is heel, heel naar natuurlijk, maar als het is, afgelast, politieke... Ja, joh, dan heb je... Wat zit jij nou nee te schudden? Je moet denken in verhalen. Goed verhaal, man. Gesproken. Aan elk verhaal komt een eind. Ook deze uitzending. Lars, dankjewel. Het was me een waar genoegen. Joost, ben je naar de spa gaan vandaag? Nee, maar morgen ga je zien wat ik heb gedaan. Je hebt gereserveerd voor morgen. Ja, Joost, jij dankjewel. Veel plezier met de krantjes morgen. Morgen, Eva Koreman. Eva Koreman, heel leuk. Broes? Heel leuk. Vroege dienst. Morgen. Ik teken ervoor. Ik hoop dat jullie genoten hebben van EK Daily. Dit was het voor EK Daily, dit toernooi. Vanaf morgen, EK Dark League. Graag tot dan.